een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes. Ik ga ze even vragen of de Sint vanmiddag wel komt. Want zijn boot was toch kapot. Weet u waar Sinterklaas is? Nou, dat is voor mij ook een groot probleem. Ik weet het niet precies. Ik heb wel begrepen dat hij hier in de buurt moet zijn. En dat hij momenteel vanuit Amsterdam ook deze richting opvaart. Maar ik heb tegelijkertijd ook weer vernomen dat niemand hem nog gezien heeft. Dus het blijft een beetje spannend, hè? Wat denkt u dat de Sint van onze haven zal vinden? Nou, ik denk en ik hoop ook eigenlijk wel dat Sinterklaas heel erg tevreden zal zijn over die haven. Dat wordt een heel mooi gezicht voor die man. Ik heb ontdekt dat de boot weg is. Ik denk al dat hij onderweg is, maar je kan het nooit weten. Hoe laat zijn jullie? Ik hoop dat hij het wel doet nou. Graag zo snel mogelijk. Mijn hemel. Iedereen staat klaar. Sinterklaas aan boord. Ja, hij doet het. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes. Ja, kijk, zijn bedankt. Eiburg, die kant op! Het is fantastisch, ja. Ja. En beter weer dan vorige week, hè? Sinterklaas. Oh, dat was Sinterklaas. Sinterklaas, van harte welkom in de richting van Eiburg. En zometeen op Eiburg. Dit is voor het eerst, nietwaar? Ik ben hier ook helemaal van onder de indruk. Amsterdam, dan denk je altijd, wat zal dat zijn? En die stad kennen wij natuurlijk ook wel. Eiburg, dat was voor mij natuurlijk onbekend. Het is natuurlijk een stadsdeel vol met kinderen. En ik verheug me er ook erg op dat ik die nou eens van dichtbij kan zien. Want ik heb daar veel over gehoord. Gehoord van de scholen, van de kinderen die daar zo goed studeren en leren. Dus ik ben heel blij dat ik die nou eens van dichtbij kan zien. Ik hoor net dat de walploeg, de walploeg, die gaat zich ook melden. Ik denk dat we gaan overschakelen, Sinterklaas, naar de wal. Op wat in klopt ons hart, wie de draagt, wie de gaat. Ik zie heel veel mensen en het is heel druk. Hoe vind je het om hier te zijn zelf? We zien de boot met de Zwarte Pieten, maar ik denk dat de Sinterklaas er niet op zit. Want ik zie nog een boot waar ook veel meer rood is waren. Ook, ik denk dat daar Sinterklaas op zit. Dat er te veel Pieten waren, dat ze maar twee boten zijn gegaan. Simon, vind jij het leuk dat Sinterklaas op Eiburg komt? Ja, natuurlijk. Iedereen vindt het toch leuk dat Sinterklaas op Eiburg komt. Kijk. Dat is waar. Maar wat hoorde ik? De motor had pannen. Ja, enorme pannen. Weet je wat er nou aan de hand was? De schroef was los van de motor. Ja, en dan doet de motor het niet. En hoe kan je nou zien dat de motor zeker goed blijft tot morgen? Nou, eigenlijk weten we dat niet helemaal zeker. We hopen dat van ganse harte. Ja, ik hoorde namelijk al zoiets dat het toch nog een beetje kritisch is allemaal. Maar ja, dan laten we het beste ervan hopen. Ja, maar ik denk, het is niet zo ver meer. Ik hoop dat het goed gaat, maar ik denk dat het wel goed komt. Het is onze eerste keer dat we naar Eiburg komen. En we kijken er zo naar uit. Het lijkt ons echt geweldig. Ja, konden jullie het op de kaart vinden eigenlijk? Nou, de TomTom die kende het nog niet, maar gelukkig hebben wij Kaartpiet. En Kaartpiet die is dus gaan rondvragen en toen in één keer bleek dat vanuit het water Eiburgen was. Nou, dan moesten we naartoe natuurlijk, hè. Ik zie daar de sluis. Yes! Zien wij al kinderen daar? Nou, ik ga eens even heel goed kijken en ik ga even vragen aan Verrekijker Piet of die misschien al kindjes op de kade ziet staan. Verrekijker Piet, zien we al kindjes op de kade? Ja, we kijken tegen het zonlicht in. Het is moeilijk te zien, hoor. Hou even vast, Debbie.
De brug gaat open. Dus Sinterklaas komt er nu aan. Zal hij daar komen? Ja, denk ik wel. Ook allemaal pieterkleurtjes. Ik zie jou. Alleen de dat wordt echt leuk. Ik vind het fantastisch dat de Sint komt op Eiburg. Voor de eerste keer. En met zo'n mooie boot en zoveel pieten. En nou maar hopen dat hij ook heel veel cadeautjes bij zich heeft. En lekker snoepgoed en zo. Sinterklaas, wat een kinderen, wat een kinderen. Wat een kinderen, ja, ik ben ook zo blij dat ook op Eiburg al die kinderen mijn verjaardag willen vieren. Wij moeten daar wat tegenover stellen. Wat een goed feest, hè, wat een goed feest. Kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Wat een opwinding, wat een opwinding. Ik zie alleen maar blije gezichten. Zoveel blije gezichten. Oh, nog meer mensen, ongelooflijk. Wat wonen hier een hoop mensen, dames en heren. Oh, dit is zo mooi voor Sinterklaas. Dit is zoveel warmte gaat eruit vanuit Eiburg. Wauw. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Het is onvoorstelbaar, zeg. Al die mensen, al die kinderen. Ik wist niet dat Eiburg zoveel kinderen had. Zoveel kindjes. Ik had het wel gehoord. Maar dit is toch echt overweldigend. Dit hebben we toch eigenlijk zo nog nooit meegemaakt. Dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Nee. Hebben jullie Sinterklaas al gezien? Ja. Wat heeft hij aan dit jaar? Weet ik niet. Weet je niet wat Sinterklaas aan heeft? Weet jij het? Ja. Vertel eens even. Is het iets met rood of zo? Ja. Waar kom jij vandaan? Uit Spanje toevallig? Nee. Nee? Kom je uit Eiburg? Ja. En heb je je verkleed als Sinterklaas? Nee. Wie ben je dan? Piet. Sinterklaas. Sinterklaas, wat een hoop kinderen. Het lijkt wel of heel Nederland hier is. Hoe kan dat nou toch? Ze weten dat het op Eiburg volgens mij heel erg leuk is. Ik wist dat hier veel kinderen waren, maar dat het er zoveel zijn, dat overweldigt mij. Dat is in de schipper verholpen en we zijn gewoon uitgevaren. En met het mooie weer hebben we op tijd Eiburg weten te bereiken. Let een beetje op jezelf en doe het rustig aan. Chocolademelk, dat helpt altijd heel erg goed. Chocolademelk. Hoor jullie kinderen? Lekker chocolademelk. Wat een feest, wat een sensatie ook voor Eiburg. Heeft u dat allemaal georganiseerd? Want dan zijn we u heel erg dankbaar. Nou, weet je wie het hebben georganiseerd? Al die vrijwilligers uit Eiburg. Er zijn zoveel enthousiaste mensen die echt handen uit de mouw steken hier op Eiburg. Die hebben het mogelijk gemaakt. En wij hebben een heel klein steentje bijgedragen. Er is namelijk een tekenwedstrijd geweest en u heeft daar een tekening uitgezocht die u heel erg mooi vindt. Het bijzondere van deze tekening is dat daar sprake is van vrije kunst. Abby Bevers. 2 jaar. Vakmanschap. Hij komt het cadeau aannemen. Zijn we mee? Mooi moment. Hoi Sinterklaas. Dag meisje. Hoe vindt u het hier? Ik vind het hier geweldig. Het lijkt wel of alle kinderen van Nederland hier zijn. Het is heel mooi wat jullie hebben gemaakt. Dankjewel. Dag Sinterklaasje, dag. Weet jullie waar Sinterklaas is? Nee. Hebben jullie hem wel gezien al? Nee. Wel een beetje daar achter de boot. Een beetje daar achter de boot. Maar daar stonden ergens, maar nu niet meer. Nu niet meer? Is hij gevlucht? Is hij al het dak op? Nee, dat niet. Hoe weet je dat? Omdat de boot staat er nog. De boot staat er nog en hij gaat natuurlijk met de boot het dak op. Ja. Ik zie dat Sinterklaas lekker zit.
Ja, hij zit prima. Ja, hij is wel een beetje zwaar, begint hij te worden. Maar ja, hij zit wel goed. Het is wel een van de eerst pratende paarden van Sinterklaas. We gaan even aan Sinterklaas vragen hoe het zit daar boven op het paard. Goed. Weten jullie waar Sinterklaas is? Ja, binnen. Binnen? Zou hij het koud hebben? Nee. Hij heeft het nu weer warm, hè? Want hij heeft de hele tijd op het schip gezeten. En nu mag hij lekker even binnen. En wat denk je dat hij aan het drinken is? Bier. Bier wordt hier gezegd. Hoeveel Sinterklaasfeesten heeft u al meegemaakt? Drie. Drie. En is dit een hele bijzondere? Nee, deze is bijzonder omdat hij in mijn eigen buurt is inderdaad. Ja. Mooi, hè? Hadden we niet gedacht dat het hier toch nog zou gaan gebeuren. Nee, nee. Het is heel leuk. Echt super. Ja. Sinterklaas! Wat gaan jullie doen? We gaan met Pieter leren dansen. Pieter leren dansen, maar ze hebben toch allemaal danspieten? Ja, maar niet allemaal danspieten. Nee. Aha, dus jullie gaan alle andere pieten nog beter leren dansen? Ja. U ook van harte gefeliciteerd dat u hier wilt zijn. Dat doet Sinterklaas erg goed. Denk je dat Sinterklaas volgend jaar weer op IJburg kan aankomen? Ik vind dat we vandaag hebben laten zien dat er ontzettend veel leuke, lieve kinderen op IJburg zijn. Die zin hebben om naar Sinterklaas in tocht te gaan. Ik vind het geweldig. Volgend jaar, wat mij betreft, absoluut weer. En dan op een paard over de IJburglaan. En dan maken we er een mooie optocht van. Dit is het grootste Sinterklaasfeest tot nu toe. We hebben zin in meer. 20 november 2010. En Sinterklaas, tot volgend jaar! Ja!